Van Yves Leterme als premier van de federale regering lijkt onhoudbaar geworden na een nieuwe dramatische wending in de zaak Fortis. Urenlang heerste in de Kamer vanmiddag de grootste verwarring. De premier werd er tegen 14:15 verwacht voor het wekelijkse vragenuurtje. Samen met minister van Justitie Van Deurzen zou hij er aan de tand gevoeld worden over de zaak Fortis. Maar na een uur was de premier nog altijd niet komen opdagen en de ministers verlieten het halfrond. Meneer Di Rupo, waarom verlaat u het parlement? Je crois qu'il y a une réunion du CERN qui est prévue dans les minutes qui suivent et donc attendons la teneur de cette réunion et puis nous verrons. Sur quel sujet exactement? Je n'en sais rien. Donc il y a une réunion, ils vont se réunir et nous verrons dans les minutes et les heures qui suivent. C'est à la fin du gouvernement? Il y a une réunion du CERN dans les minutes qui suivent. Mais normalement c'est la Fragenurche maintenant. Oui, je sais, mais... Vous savez, dans notre pays, on a connu tellement de choses particulières. Pour l'heure, c'est une réunion des kernes. Ja, op dit moment is er inderdaad een vergadering van het kernkabinet aan de gang. Vanmiddag is er ook al zo'n vergadering geweest. En toen, voor de Kamerzitting, leek het erop dat het vel van de premier althans tijdelijk gered was. Tot er een brief opdook van Guylain Londers, dat is de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Een brief gericht aan Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Die brief bevatte explosieve informatie en zorgde voor grote opschudding. Hij werd voorgelezen door Kamerlid Herman de Croo tijdens onze rechtstreekse uitzending van Villa Politica. Wanneer evenwel die informatie in parallel wordt gebracht met bepaalde initiatieven in de Fortis-zaak, komen onvermijdelijk een aantal duidelijke aanwijzingen aan de oppervlakte dat alles in het werk is gesteld, omdat het arrest van de 18e Kamer van het Hof van Beroep niet zou kunnen worden uitgesproken, zoals voorzien, en dat gepoogd is de zaak te laten behandelen door een anders samengestelde zetel, wellicht in de hoop op een ander resultaat dan de aangekondigde, tussen aanhalingstekens, dramatische wending, onder verstaan een hervorming van het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel zetelde in kort geding. Ik acht, zegt de heer Londers, die vaststelling zodanig ernstig dat ik eraan hou u hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Kan hij nog aanblijven voor u en uw partij? Dat wordt een delicate vraag waar alleen de premier kan op antwoorden. Er is een nieuw element. Ja, dat is een nieuw element. Dat is duidelijk een element dat toch wel zeer klaar en duidelijk aantoont dat er inmenging geweest is. Door wie of wanneer en hoe is niet duidelijk, maar het zijn dus wel zeer verregaande inmengingen geweest in de rechtsgang. En, dat is duidelijk. In tegenstelling tot wat premier gisteren zei. Ja, men heeft gezegd van ik heb op geen enkele manier inmenging geprobeerd te krijgen. De voorzitter van de Hof van Cassatie heeft nu in een brief aan de Kamervoorzitter laten weten dat dat dus niet het geval is. Het is wel een beetje dramatisch dat verhaal van 800.000 stemmen naar het moment van nu. Wel, ik heb de Leterme van het Martelarenplein gekend en ik zie nu de man die in de 16 zit. En dat is een onwaarschijnlijk persoonlijk drama en een soort Griekse tragedie. Van dat ene punt naar dit punt is een zelden geziene neergang. Ivan de Vadder bij de Wetstraat 16. We hebben ministers zien vertrekken voor een...